maandag werd er flink gesport in Beek. Op die dag vond voor de 9e keer de Sportintegratiedag plaats. Deze sportdag is speciaal opgezet voor mensen met een beperking. Deelnemers vanaf 12 jaar konden deze dag kennis maken met diverse sporten. De sportactiviteiten vonden plaats op Sportlandgoed de Hamen in Beek. De 9e keer, hoe is het tot stand gekomen? Ja, goede vraag. Ik denk dat de oorsprong ergens ligt bij het feit dat de voetbalvereniging Cesar de ambitie had een jaar of 10-11 geleden om de voetbalvereniging compleet te maken. In die zin dat we nog een tak van het sport misten, het bekende G-voetbal. Dus van daaruit zijn wij heel veel energie en tijd gaan steken in het creëren van een G-voetbalafdeling binnen de voetbalvereniging Cesar. En daarop is de gemeente Beek aangehaakt een jaar, tweetal jaren later. In de zin van, zouden we dat niet grootscheeps kunnen aanpakken om minder valide sport te kunnen integreren in de gewone sport. En van daaruit is eigenlijk de minder valide integratiedag ontstaan in samenwerking tussen de voetbalvereniging Cesar en de gemeente Beek. En om dat dan weer helemaal compleet te maken, hebben we daarna allemaal andere sporten laten aanhaken. Andere buiten- en binnensportverenigingen van de gemeente Beek zijn aangehaakt op dit initiatief. En dat is inderdaad, wat je net zegt, reeds de 9e keer een groot succes, denk ik. Vele Beekse verenigingen droegen weer vrijwillig hun steentje bij om deze sportdag tot een succes te maken. Wethouder van Sport Maurice Wieriks is trots op het grote aantal vrijwilligers dat zich inzet voor deze bijzondere sportdag. Nou, we zijn hier bij de 9e Sportintegratiedag op de Hamen in Beek. Wat maakt deze dag nou extra speciaal? Ja, wat de dag speciaal maakt, allerlei dingen denk ik. Maar wat mij meest opvalt en waar ik ook heel blij mee ben, is het feit dat zoveel vrijwilligers uit zoveel verenigingen hieraan meewerken. Het is een feestje van voetbalvereniging Cesar, die het initiatief heeft genomen ooit. Maar we hebben gezien dat heel veel verenigingen hier gewoon vrijwillig aan meewerken en dus een heel breed sportaanbod vandaag aanbieden. En dan de zon speelt natuurlijk een grote rol voor ook de deelnemers om het gewoon gezellig en leuk te houden. Maar wat u net al tegen mij vertelde is dat het weer maakt niks uit. Nee, het weer maakt eigenlijk niks uit. Het is buitensport. Dit is een doelgroep die aan enthousiasme niks tekort komt. Dat hebben we er straks ook al gezien toen we begonnen, toen het een beetje motregende. Enthousiasme is altijd verzekerd bij deze groep. Ja, als het zonnetje schijnt, is alleen maar fijner. De sporters genoten volop van de verschillende sporten, zoals handbal, boogschieten, tennis, voetbal en nog veel meer. Voor de hoeveelste keer doe je mee? Ja, één keer per jaar. Dus jij, vorig jaar heb je ook al mooi meegedaan? Ja. En welke sport vind jij nou het echt, wat je zegt van, nou, deze sport die vind ik echt geweldig? Ik vind die geweldig, die sport. Ja, en doe je zelf ook aan sporten? Ja, ik doe het handballen, karate, voetballen. En voor de hoeveelste keer doet Paul mee? 7. Voor de 7e keer? Nou, wat vind jij, waarvoor kom jij naar deze sportdag? Wat vind je de mooiste sport? Karate. Karate. Ben je een beetje goed in karate? Heel goed. Wat vindt u nou zo leuk aan dit evenement? De handbal heb ik net gehad. Dadelijk gaan we voetballen, ja. Voetbal is het leukste, ja. Doet u zelf ook aan voetballen? Nou, dat hebben we wel eens gedaan. Hè. Nog heb ik niet meer gedaan. Meer. Maar u vindt voetballen wel echt het leukste? Ja. Ik heb gehoord dat u gisteren jarig bent geweest. Dat u 65 jaar bent geweest, klopt dat? Ja. Geweldige leeftijd. En dan nog meedoen aan deze fantastische sportdag. Ja, dan moet toch blijven bewegen. We zitten wel in mijn lui. Ik heb beter goed te blijven bewegen. Nou, voor de hoeveelste keer doe je mee aan dit evenement? 2 keer. Voor de 2e keer? Ja. En wat vind je nou de leukste sport? Wat zeg jou nou van deze sport? Dat vind ik geweldig. Pabatonnen. Hockeyen. Voetballen. En ballen allemaal. Dus eigenlijk, je bent gewoon een allrounder. Ja. Je doet gewoon alles mee. Ja, alles mee.